Waarom niet in je blote leuter hier rondlopen als je wel zo graag op een billboard wil staan? Nou, ik vind gewoon tot zo. Verder niet. Iedereen mag tevreden zijn met zijn of haar lichaam. Dat vinden twee bedrijven uit Breda en daarom zijn ze voor een campagne op zoek naar mensen die poedelnaakt willen poseren. Aan wie laat je je lichaam allemaal zien? Sorry. Dat hoeft een ander niet te zien. De behalve mevrouw dan. Ja, het is heel goed dat ze dat doen. Maar ja, ik zou het persoonlijk niet zelf... Nee, ik zou het niet gaan doen, nee. En wij zijn bij elkaar gaan zitten om voor Valentijnsdag een mooie campagne te lanceren om wat meer liefde de wereld in te slingeren eigenlijk. En dat gebeurt bloot. En dat gebeurt bloot. Dan zit je straks in een bushokje, kijk naar rechts, zie je eigen geslachtsdeel. Ja, nou, dat zal je verbazen, want het zijn toch nog wel best wel veel mensen die dat willen. Ik doe gewoon lekker leuke dingen met mijn eigen lichaam. Ja, als je dat wilt doen, dan mag je dat van mij doen. Ik bedoel, het is vrij land verder, maar ik zie niet echt het nutten van dit of zo. Ja, als ik dan toch ga, dan zou ik zeggen, dan mag alles. Ook nou zo'n lontje eronder heb hangen of een rot lontje, dan maakt me niks uit. Nee, ik zou dat niet doen. Kijk, ik heb ook niet echt dat ik per se iets te verbergen heb. Maar het is niet dat ik denk van, oh ja, nou, ik ga vandaag met de bus omdat er een naakt iemand naast hangt. Als er genoeg geld tegenover staat, dan zou ik het misschien wel doen. Maar of mijn vrouw het zou willen, dan denk ik niet. Nee, dat is gewoon echt iets voor jezelf. Dat hoef je niet te delen met de wereld. Iedereen heeft zijn eigen dingen waar ze trots op zijn. En dat zou ik gewoon zo houden. Wees gewoon jezelf en durf jezelf te zijn. En plakken al die merken en toestanden en cosmetica. Ik denk niet dat ze me zouden herkennen, maar nog steeds zou ik het dan niet doen. Mag doen wat je wil, maar het is niet voor mij. Ik ben ook best tevreden met mijn lichaam, maar ik ga daar zeker niet mee te koop lopen. Nee, dankjewel. Moet maar aan de jongelui overlaten. Die hebben een mooie strakke kontjes. Een badjas, dat zou ik dan nog wel doen. Laatst ook gedaan, maar ja. Maar dat is dan om even peuken te halen, dat doe ik dan nog wel. Niet met de billen bloot in het bushokje? Nee hoor, veel te koud ook.